The speed of light is the highest possible speed, 300 million meters per second. This means that a beam of light travels 7.5 laps around the world in just 1 second. But the gravity of a black hole is so strong that not even light can escape from it. We have no clue what happens in a black hole because no light means no sight. What happens in a black hole is one of the biggest mysteries, and we're not sure if we're ever going to solve it. Elk object bevat informatie, omdat het een zeer specifieke rangschikking van deeltjes bevat. De natuurkunde stelt dat informatie nooit verloren mag gaan. Dus als ik één van deze, de tennisbal of de sinaasappel, volledig zou verbranden, zou ik in theorie met supermeetapparatuur en een supercomputer vanuit de as en de rook kunnen achterhalen of het de tennisbal of de sinaasappel was. Maar waar blijft die informatie als iets wordt vernietigd in een zwart gat? Het enige wat er gebeurt, is dat het zwarte gat een tikje groter en zwaarder wordt. Daardoor weet je de massa van het object dat erin verdween. Maar als de sinaasappel en de tennisbal even zwaar zijn, zul je nooit meer te weten komen welke van de twee het was. De energie blijft bestaan, maar dat de informatie verdwijnt zou in strijd zijn met de meest fundamentele natuurwetten. Deze informatieparadox is bedacht door Stephen Hawking. De zwarte gaten in ons heelal zijn gewelddadige monsters die soms wel met een snelheid van 28.500 kilometer per seconde door het universum heen razen. Dat is ongeveer een tiende van de snelheid van het licht. Mochten we met ons ruimteschip Aarde een zwart gat benaderen, dan zou zo'n zwart gat ons tot een spaghetti-sliert uit elkaar trekken om ons vervolgens voor altijd op te slokken. Gelukkig voor ons zijn ze enorm ver van ons verwijderd. Het dichtstbijzijnde zwarte gat dat we kennen staat al meer dan 1500 lichtjaar van ons vandaan. Daarover hoeven we ons dus geen enkele zorgen te maken. En kleine zwarte gaten dan, die we misschien over het hoofd zien, of die misschien wel per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld in deeltjesversnellers waar deeltjes heel hard met heel veel energie tegen elkaar aanbotsen, kunnen kleine zwarte gaten niet alles gaan verslinden wat ze tegenkomen en zo vanzelf groter worden en nog gevaarlijker? Ook hier hoeven we niet bang voor te zijn. Uit de zwarte gaten die uit sterren ontstaan, ontsnapt een piepklein beetje straling, de Hawking-straling. Maar waar die bij grote zwarte gaten heel zwak is, wordt deze bij kleine zwarte gaten juist enorm krachtig. Zo krachtig zelfs dat deze gaten al verdampt zijn voordat ze de kans krijgen om te groeien.